Dank u wel, voorzitter. Voor mij ook de eerste. Voor vandaag hebben wij 25 agenda-items doorgeakkerd. Memo's, notities, brieven. Misschien was ik enigszins naïef, want ik wilde direct doorschakelen naar het kernthema van NSC, bestaanszekerheid. Nu gaan we het erover hebben. Nu is het voor het EGI, maar helaas. Mijn stellige overtuiging is dat arbeid, werk, een baan, een bedrijf de kortste en breedste route is naar bestaanszekerheid. En voor 85% van de Nederlanders is dit ook de route die leidt tot een zeker bestaan. Maar voor 15% is het dat helaas niet. En als je het mij vraagt, hebben we in Nederland 3 grote problemen op de arbeidsmarkt. Allereerst de onbalans in de arbeidsmarkt. En we hebben een arbeidsmarkt die onvoldoende bescherming biedt aan flexkrachten, uitzenden, detacheren, ZZP. Onvoldoende bescherming biedt aan mensen die langs de kant raken. Arbeidsongeschikte, mensen met mantelzorgtaken, mensen die niet mee kunnen komen in digitalisering, automatisering. En de vraag aan de minister is dan ook, wat kunt u tijdens uw demissionaire status nog voorbereiden, onderzoeken, in gang zetten om deze onderwerpen aan te pakken? Al 15 jaar praten we over dit probleem. Met de gevleugelde quotes dat vast minder vast moet worden en flex minder flex. Hier is een prachtig rapport over geschreven in 2020 door de commissie Borslap, die onze richting schetst hoe wij onze arbeidsmarkt moeten ordenen en ons voorbereiden op de grote uitdagingen die ons te wachten staan. Zoals vergrijzing, kennisveroudering, afnemende solidariteit en tekorten. En om maar direct ons standpunt te delen, het SER-MLT-advies en de uitwerking daarvan vinden wij mager, te geschaafd. Dat mag echt een stuk ambitieuzer. En de vraag is de minister dit met mij eens? En zo nee, waarom niet? Waarom vindt u dit een uitstekend akkoord? Kijken we naar het tweede probleem, dan is dat die arbeidsmigratie. Met onze economische ordening leek het de afgelopen jaren louter vraag en aanbod op de markt die bepaalde of wij een bepaalde economische activiteit wel of niet in ons mooie land wilden hebben. Nou was dat maar zo, want naar onze mening stimuleren en investeren we ons suf om ons vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden. We hebben de ET-regeling, de 30%-regeling en we werken mee aan vestiging van arbeidsintensieve bedrijven met weinig economische toegevoegde waarde. We hebben belastingkortingen voor energie-intensieve industrie waar vaak migranten werken. We hebben allerlei vormen van goedkope logies waar we zelf niet zouden willen verblijven. De adaptatie van Engels in het onderwijs en de ruime toegankelijkheid van voorzieningen. NSC wil af van de generieke, ongerichte steun voor alle economische activiteiten en willen dat er keuzes gemaakt worden en dat er gericht gesteund wordt voor de sectoren die we hier graag willen hebben en houden. Een actueel thema vandaag. Bent u het met mij eens dat wij die hoogwaardige activiteiten in Nederland willen houden en dat de steun daarop gericht moet worden? Wat kunt u doen om deze hoogproductieve arbeid wel naar Nederland te halen en het aantrekken van laagproductieve arbeid af te remmen? Ik vraag aan de minister om de stimuli daarvan goed in kaart te brengen voordat we migratie gaan bespreken, want we moeten de feiten goed op orde hebben. Het derde probleem is wat mij betreft de handhaving, zowel op het gebied van schijnzelfstandigheid rond ZZP'ers als ook op het gebied van schijnconstructies, onderbetaling, uitbuiting van arbeidsmigranten, zowel financieel als qua huisvesting, toezicht op arbeidsveiligheid, valbescherming, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, discriminatie, pesten. De pakkans in Nederland is bijzonder klein. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie, sociale ongelijkheid en letsel. Psychisch, fysiek of erger. Dit moet beter. Bent u dit met mij eens? En zo ja, wat kunt u hier verder nog aan doen? Anders dan de dingen die hiervoor al op stapel staan. Vandaag staan een paar dingen wel op de agenda. En die pak ik er even uit, degene die ik graag onder de aandacht wil brengen. Het onderzoek effectuering arbeidsrecht. Met name het hoofdstuk arbeidsmigranten in dit rapport trekt mijn aandacht. Arbeidsmigranten leveren grote uitdagingen op. Tijdens conflicten trekken zij altijd aan het kortste eind. Qua huisvesting, de koppeling bed en baan, qua druk op voorzieningen, onverzekerde zorg, in de dakloze opvang. NSC verlangt naar een snelle invoering van de WTTA en nu al intensievere handhaving in deze sector. Wat kunt u hierop toezeggen? We weten waar de uitbuiting zit. Journalisten weten dat. Afgelopen maand is er 4 keer een item geweest op mainstream televisie en dito items in de geschreven pers over de problemen rondom arbeidsmigratie in de laagproductieve kant van onze economie. En hoe kan de handhaving in deze sector geïntensiveerd worden? We weten waar deze mensen werken, we weten waar ze slapen, we weten wie hiervan profiteert. En hoe kunt u foute ondernemers aanpakken? We hebben kennis genomen van uw brief in zaken de medezeggenschap in de publieke sector. Zeggenschap van werkenden is een groot goed, omdat werk van ons allemaal is. En met name in de publieke sector. Bent u het met NSC eens dat diversiteit in ondernemingsraden een groot goed is? En dat dit niet alleen geldt voor culturele achtergrond, leeftijd en geslacht, maar ook type arbeidsrelatie?
En bent u het met ons eens dat middels artikel 1, lid 3a en in artikel 6, lid 2 van de Wet op de Ondernemingsraden, waar gesproken wordt over werkzame personen, hiertoe ook flexwerkers zoals ZZP'ers, uitzendkrachten en gedetacheerden worden gerekend? Ik vraag de heer Van Oosterbrug af te ronden. Zou u ons kunnen informeren over de samenstelling naar arbeidsrelatie van de ondernemingsraden in de publieke sector? En kunt u... ik loop zeker uit mijn tijd. Daarom ik heb 6 regels. Ga ik even lezen. Dus ik vraag de collega af te ronden. Welkom maar. Verder reguleren van concurrentiebedingen, kan ik u melden dat wij groot voorstander zijn van het reduceren van de mogelijkheden die u in uw brief voorstelt. En graag zou ik daar toch één element aan toevoegen. Namelijk, naar Belgisch voorbeeld, een verbod op concurrentiebedingen voor mensen met een laag salaris tot bijvoorbeeld 1,5 keer modaal bij voltijds dienstverband. En waarom dan deze grens? Dan worden de kwetsbaarste werknemers extra beschermd tegen de grillen van werkgevers die middels concurrentiebedingen pogen om hen af te schrikken om over te stappen naar een concurrent. Bent u hiertoe bereid? En kunt u hier toezeggingen op doen dat u dit element, het salaris, ook mee kunt nemen in een beperking van de mogelijkheden om medewerkers te houden aan een non-concurrentiebeding.